Wij beschouwen de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers als onze belangrijkste verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk zaak dat wij de medewerkers binnen het bedrijf een laag ziekteverzuim hebben en dat mensen hier met plezier, gezond, elke dag weer hun werkzaamheden kunnen doen. Ik vind het zeer belangrijk dat ik als productieleider zie dat mensen met een goed gevoel naar huis kunnen gaan. Wienerberg heeft een programma opgestart dat heet Mentale Veerkracht. Psychische verzuimklachten zijn in toenemende mate aan de orde in ons bedrijf. We zien dat op basis van analyses en informatie die wij ook vanuit de Arbo-dienst ontvangen. Wij hebben als bedrijf daarom ook een aantal activiteiten ingezet om met name daar iets aan te kunnen doen. We hebben één keer in de twee maanden is er een rondgang welke door medewerkers gelopen wordt door de fabriek. Dat zijn telkens verschillende medewerkers van verschillende afdelingen. We noemen dat een soort veiligheidsrondgang. En hierin kunnen de medewerkers zelf aangeven welke plekken in de fabriek minder veilig zijn en kunnen zij verbeteringen eventueel zelf voordragen. En het is aan de leiding van de fabriek om daar op een goede manier mee om te gaan en samen met de medewerkers na te denken over hoe we zaken kunnen verbeteren. Vanuit het programma Mentale Veerkracht hebben wij op locatie trainingen gevolgd. En met die trainingen kunnen de leidinggevenden dan beter, sneller mogelijke klachten herkennen. Problemen kunnen zijn stress, burn-out, bored-out. Bored-out krijg je door bijvoorbeeld veel repeterend werk. We doen ook de pannen controleren. In het verleden deden we dat altijd handmatig. Dan stond er altijd een mannetje aan de lijn. En die hebben we vervangen door automatische machine die wat het nu helemaal heeft overgenomen. Onze succesfactoren van dit programma zijn een co-partnerschap met onze Arbo-diensten, waarmee we dus samen dit programma hebben ontwikkeld op maat voor ons bedrijf. We willen liever dit soort klachten voorkomen dan dat we ze moeten gaan genezen. En op het moment dat de psychische klachten zich voordoen, dan gaan we in gesprek met medewerkers en ook maken we gebruik van bedrijfsarts om te kijken van wat we daar met elkaar in kunnen verbeteren. En vervolgens samen met de ploegchef gaan we het begeleiden op de werkvloer.